Maar daar zijn ze hoor. Henk en Sjaak. Ze zijn weer terug. Yo Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nuzlocke video waarin we de Dynamax Battles in de Stadia moeten gaan doen in Galar. We zijn tot nu toe 4 Pokémon kwijtgeraakt. Helaas. En vooral Grimmsnarl en Persecure deden wel erg pijn, want die waren al een aardig hoog level. Die hadden wel heel ver getraind. Dus doe even een duimpje omhoog. Gewoon uit respect voor Grimmsnarl en Persecure. En ook uit respect voor Stunky en Sicily Bean! We gaan Milo helpen tegen deze gigantische Tsarina! En als we dan geen vuur-Pokémon hebben, dan gaan we maar gewoon een ijs-Pokémon laten Dynamaxen. Glalie! Italian is sneller. Hop gaat weer voor... Hop. Ga je nou echt weer voor een water-Pokémon tegen een gras-Pokémon? Zo word je nooit Pokémon-kampioen, Hoppie. Dat snap je toch wel. Oh, Max Knuckle op Obstagoon en die is gewoon in één keer weg. Oké. Ik wist niet dat je ook fighting moves kende. Dat vind ik zwaar niet relaxed. Jij doet Dragon Dance? Jij gaat gewoon even voor jezelf. Jij gaat jezelf even boosten. Ik heb wel een lekker teampie uitgekozen weer. Ja, dit gaat top. Ga je nou weer snipe shotten, joh? Heb je geen andere type move? Heb je geen fighting moves of zo? Hij gaat weer lekker Dragon Dance doen. Milo die denkt, zoek het maar uit. Ik ga gewoon mijn eigen Pokémon beschermen. Ik ga jullie niet helpen. Jullie doen maar gewoon lekker zelf aanvallen. Als je nou wel had geholpen, dan hadden we Tsarina nu down gehad, denk ik. Ja, kijk, als je nou 2 keer gewoon had geslagen, dan was Tsarina weg. Tsarina gaat voor Max Mindstorm op Flapple. Nou... En het helpt ook lekker, hè, vriend? Het helpt ook lekker dat je je Pokémon aan het boosten bent. Goed gedaan. Flapple is ook dood. Had je net zo goed 2 keer kunnen aanvallen, Milo? Ben jij nou een gymleader of wat? Nou, Hoppie doet nog een keer snipe shot. Is Tsarina nog steeds niet kapot? Dan zal ik het maar afmaken met mijn Glalie. Dit hadden we makkelijk in 2 beurten kunnen doen. Makkelijk! Anyway, gelukkig heeft McGlalie het overleefd. Dat is het belangrijkste. Ik vind het toch een beetje spannend hoor, dit soort battles. Ik bedoel, je weet het nooit hè. Als gewoon die tegenstander 3 beurten vol op jou gaat, dan heb je misschien echt een groot probleem. En gelukkig ging Tsarina de hele tijd niet op mij. En daar zijn ze weer hoor. De Druppies, Kees en Henk. Of was het Frits? Of was het... Wat vinden jullie leuke namen voor deze 2 gasten? Sonja volledig in paniek, want het is een puinhoop. Gaan we nu Nessa helpen in Hurlbury. Yo, Nessa! En nu? Ja, nu moeten we tegen Gyarados. En dan heb ik natuurlijk Heliolisk. Want die heeft 4 keer super effective elektriciteitsaanvallen. Dus... Oh, bijna in 1 keer gewoon. Oh, hij gaat voor Max Rockfall. Oh, gelukkig op Inteleon. Ik ben toch altijd een beetje bang, hè. Als dit soort dingen gebeuren... Ja, ik hou mijn hart vast. En Hoppie. Hoppie die slaat die Gyarados gewoon even, jongen. Lekker Hoppie. Met een snipe shot. It's not very effective. Je hebt weer de verkeerde Pokémon gekozen. Maar hey, als ik al het werk voor je doe, dan maakt het ook niet uit, hè. En nu kan Hop gewoon zeggen, ja, maar ik heb die Gyarados verslagen. En door naar Kaboo. Kaboo, die mijn Sizzlypeed en mijn Stunky heeft kapot gemaakt. Ik snap eigenlijk niet waarom we hem komen helpen nu. Het is een Torkoal. En voor vuur-Pokémon gebruiken we natuurlijk Diggersby. Kijk, nu heeft Hop eindelijk wel de goede Pokémon. Hij kiest weer voor Inteleon en nu is dat de goede. Diggersby wordt een mega konijn waar Duracell nog een puntje aan kan zuigen. Yo. Kijk, snipeshotje nu. Die is super effective. Doet nog geen eens heel veel damage trouwens. Eens even kijken wat mijn Max Quake doet, hoor. Die gaat wel wat meer doen, toch? Ja, oké. Okay. We hebben sowieso 2 beurten nodig nu. Throw Chop er bovenop. En Sandy scores nog met Crunch. Nou, dan zijn we nu heel benieuwd wat de Torkoal gaat doen natuurlijk. Die gaat voor een Max Flare. En dat doet hij op mij. En dat is helemaal prima. Maar zo zie je maar, hè. Als hij dat 3 keer bovenop jou doet, dan ben je gewoon dood, hè. Dan kan het gewoon not very effective zijn, maar... Ja, ik vertrouw dit soort battles gewoon niet, jongens. Ik vind het doodeng. Ik wil niet hier een Pokémon verliezen. En gelukkig doen we dat ook niet bij Torkoal. De eerste 3 zijn goed gegaan. De telefoon gaat. En Sonja zegt, we hebben problemen. Die 2 droepies die zijn hier. Ah! En dit gaat een lastige battle worden, jongens. Want ik moet hier een duo battle doen met Hop. En Hop gaat zijn Dubwool gebruiken. Want Hop gebruikt altijd Dubwool als eerste Pokémon. Dus daar heb ik letterlijk helemaal niks aan. Dan denk ik dat hij gaat starten met Golissopot. Althans, dat hoop ik. Of Surfetched. En waar die andere gast mee gaat starten, dat weet ik niet. Een Bronzong en inderdaad Golissopot. Nou, denk ik dat Golissopot voor Knock-Off gaat. Zodat hij mij als eerste kan raken. Dus ik ga Superfang proberen op Golissopot. Oh nee, het is niet Knock-Off. Het is First Impression. Hij doet de First Impression trouwens op Dubwool. Wij doen Superfang om hem in ieder geval uit deze battle te krijgen. Yes,
emergency exit. Hij is weg. En er komt daarvoor in de plaats Duo Blade. En Dubwoo die mist. En Dubwoo is ook dood door extra sensory. Nou is Earthquake dus super effective op hun allebei. Maar ik ga Inteleon ook raken. Inteleon begint met Snipeshot. Ben benieuwd hoeveel damage dat doet. Genoeg. Ah, nee, ik kan hem niet raken, die Bronzong, omdat hij Levitate heeft. Oh, dan raak ik nu dus alleen Duo Blade en Inteleon. En dit is niet genoeg. Ook nog een critical hit op Inteleon. Nice. Duo Blade gaat voor Sacred Sword op mij. En die is dan ook weer super effective. Ik denk dat ik even moet wisselen naar Rillaboompie. Ja, ik denk dat ik even moet wisselen naar Rillaboom. Oh, dit is zo'n lastige battle. Inteleon gaat voor Snipeshot. Ik zal proberen om je niet meer te raken, Inteleon. Lekker! Oh, je hebt je Duo Blade gesloopt! Oh, hoppie, wat doe je nou? Oh, hier ben ik je echt dankbaar voor. Oh, oké. Okay. Lekker bezig. Die Snipeshot is gewoon wel wat waard. Hij gaat voor extra sensory. En ja, Inteleon is nu down. Dat is ook een beetje mijn schuld. En dat was niet echt een hele slimme keuze voor mij. Oh, nu heeft hij een Corviknight. Oké, Corviknight. Die kan Colissapot kapot maken, toch? Laten we dan maar eerst alle Pokémon van Swordword kapot gaan maken. Hij doet First Impression, wat gewoon weer super effective is natuurlijk. Alsjeblieft, maak hem kapot met Drum Beating. Please, finish that Golisopod because we need it. Nee, hij houdt nog net wat HP over. Alsjeblieft, doe jij het dan. Doe jij het dan. Oké, okay, Golisopod is weg. Rillaboompie en Gastrodon gaan een leveltje omhoog. Gastrodon is trouwens echt super traag. Extra Sensory, niet op mij. Oh, gelukkig niet op mij. Oh, ik ga iemand verliezen in deze battle. Ik denk niet dat ik dit kan. Ik wil hem zo graag aangevallen, hè, die Bisharp. Maar ik kan het beter maar niet doen. Ik kan beter maar heel even wachten. En mezelf gewoon weer full HP gunnen. Corviknight gaat ondertussen lekker door. Lekker bezig, Corviknight. Oké, okay. Ja, ik had niet verwacht dat je op Bisharp zou gaan. Maar maakt niet uit. Bisharp doet nu Iron Head. Die doet hij dan wel op mij. En Extra Sensory, op wie gaat die? Die gaat op Corviknight. Oké, okay, de Bisharp die kan kapot, jongens. Met Brick Break gaan we Bisharp kapot maken. Ja! Ja. Alle Pokémon van Swordword zijn in ieder geval down. Oké, dat betekent dat het nu 2 tegen 1 is, jongens. Eigenlijk wil ik zijn Pokémon ook even healen. Want die doet het eigenlijk wel heel goed. Corviknight is alleen zichzelf aan het slopen nu. Bronzong gaat voor extra sensory op Corviknight. Dat doet hem allemaal niet zo heel veel damage, dus dat is wel chill. Laten we even het zekere voor het onzekere nemen. Ik ga eerst gewoon mezelf healen. En dan ga ik hier naar Corviknight healen. Maar Corviknight is gewoon lekker keihard door aan het gaan met Brave Bird. Die gaat helemaal los. Die maakt die Bronzong helemaal kapot in zijn eentje. Nou, niet doodgaan. Niet doodgaan. Oké, ik ga ook niet dood. Oh, ik kan zijn Pokémon niet healen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, joh. Oké, wij zijn sneller dan Corviknight volgens mij. Dus Corviknight hoeft zijn move nu niet te gebruiken. Bronzong is weg. Nog 2 Pokémon te gaan, jongens. En het is nog steeds 2 tegen 1. Glalie en Slowbro een level omhoog. Slowbro al naar level 69. Wie krijgen we nu? Phalanx. Die kunnen we ook hebben. Let's go, Rillaboom. Misschien had ik nu Blade beter even Slowbro'tje kunnen gebruiken. Want Phalanx is niet in één keer kapot. Corviknight gaat nu opeens niet meer aanvallen. Die doet opeens Scary Face. Oké, deze snap ik even niet. Nee! Wow! Die was super effective. Daar ging Rillaboom bijna. Daar ging Rillaboom echt bijna met die Mega Hoor. Oh, dat was echt super eng. Phalanx is in ieder geval kapot. Jemig. Ik schrok me kapot. Ik denk, daar gaat Rillaboom. Nu, Klingklang. De laatste. Ik ga mezelf eerst healen voordat ik iets ga doen. Rillaboom mag gewoon niet kapot. Klingklang gaat voor Wild Charge. Ja, dat is denk ik dan het einde van Corviknight. Ja, Corviknight is ook weg. En dan is het nu denk ik een 1 tegen 1. Ja, want Hoppie kan ook niemand meer eruit sturen. Maar mijn Brick Break is natuurlijk wel super effective. Hij gaat zichzelf protecten. Hij doet even het zekere voor het onzekere. Nou, maar dit is gewoon even uitstelgedrag. Dit is alleen handig als je nog 2 Pokémon in de battle hebt. Zodat je jezelf kan beschermen. Maar ja, alle Pokémon van Swordword zijn al down. Oké, Klingklang overleeft dit. Hij gaat voor Shift Gear. Daarmee boost hij zijn speed. Ik snap het niet helemaal. Ik had mij gewoon aangevallen. Oh, hij maakt zijn attack daar ook mee omhoog. Ja, dat kan nog wel gevaarlijk zijn. Hij heeft echt last van uitstelgedrag, jongens. Hij doet weer protect. Oh, deze battle. Deze was minimaal net zo spannend als de battle tegen Leon, guys. Ik moet gewoon even gaan duo battelen met Hop. Oh, Gear Grind. Ja, die gaat mij 2 keer raken als het goed is. Hopelijk niet vaker dan 2 keer. Nee, inderdaad, 2 keer. En dan is het klaar. Ja, ik heb die potions gewoon nodig. Sommige mensen...
doen echt een Nuzlocke zonder potions. Dat je geen potions mag gebruiken. Dat is toch onmogelijk? Hoe moet ik dit doen zonder potions? Dat zal de volgende challenge moeten worden of zo. Maar ja, dan zijn we echt zo kapot, joh. Dat gaat niet. En helemaal niet als je dan ook niet mag trainen. Nou, gelukkig hebben we deze twee, Henk en Frits, Jaap en een gast die ook verslagen. En dan gaat zij zich er weer even mee bemoeien. Zij heeft gewoon de Wishing Stars gestolen hier. Ik snap niet waarom wij hun niet stoppen nu. We hebben al hun Pokémon verslagen eigenlijk. Pierce staat ook nog achter ons. Waarom laten we hun wegrennen? Ik snap het niet. Waarom mogen ze gewoon weglopen en staan wij met z'n allen zo te kijken? Oké, doei. Dag. Snap je toch niet? Anyways, deze battle hebben we ook weer gefixt. Ik dacht even dat mijn Rillaboom wegging, maar gelukkig. Hij heeft het overleefd. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Oh, en volg me ook even op TikTok, @RickTalkTube. Zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!